De meesten van ons kennen Den Haag als een levendige multi-etnische stad. Het centrum van de Nederlandse politiek, een internationaal bolwerk van vrede, veiligheid en gerechtigheid. In de geest van zorgen voor elkaar is het belangrijk om na te denken of sommige van onze gemeenschapsleden het minder goed hebben dan de rest van ons. Binnen de queer gemeenschap zijn bepaalde bijzondere kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld, queer jongeren staan op een veel hoger risiconiveau van verbaal pesten of van discriminerende anti-queer taal in Den Haag. LGBTQ+ vluchtelingen worden vaak geconfronteerd met stigmatisering, eenzaamheid en geestelijke nood. En worden minder geaccepteerd dan andere leden van hun eigen vluchtelingengemeenschap. Daarom is het belangrijk om niet uit het oog te verliezen wat er buiten onze eigen leefwereld gebeurt. En deze vaak ongehoorde en onzichtbare gezichten van onze stad bloot te leggen. Zodat iedereen een leven kan leiden met waardigheid, acceptatie en hoop voor de toekomst. Ik zou de LHBTQ-openheid en vriendelijkheid van Den Haag als woonstad beoordelen als laag. Ik voel mij in mijn wijk niet veilig om queer te zijn. Ik zou de LHBTQ+ openheid en vriendelijkheid van Den Haag als woonstad beoordelen als gemiddeld. I would rate the LGBT friendliness of The Hague as low. There is much hostility towards LGBTQ+ people, and it keeps getting worse, it seems. For me, I am lucky because I pass as straight, but many of my friends don't, and they experience a lot of hostility in this city. Er zijn best veel conservatieve mensen die elkaar controleren. Familie kennen elkaar en als het beleid dat de dochter van familie queer is, is dat schandalig voor de hele familie. Dat doet iets met hun status en eer. Het is dus niet dat ik mij onveilig voel voor mijzelf, maar ook voor mijn familie. Ik wil niet dat er anders wordt gekeken naar hen. Ik zie er zelf wel vrouwelijk uit voor de buitenwereld. Maar soms als ik in de stad op straat loop met mijn vrienden die er genderfluide uitzien, wordt er wel eens iets geroepen. Als het schemert zou ik in de stad niet alleen op straat durven. Ik zou de LHBTQ+ openheid en vriendelijkheid van Den Haag als woonstad beoordelen als gemiddeld. Toen ik op mijn lyceum was, was ik daar een van de eerste openlijke queer studenten en ik had hier echt geen prettige schoolervaring hierdoor. If I would give a number for the LGBT friendliness in Den Haag, is very low. People don't accept the LGBT people here very well because most people live here, they are conservative. In my temporary accommodation, a lot of people call me she, and they don't understand the difference between gay and transgender people. I do not openly discuss about my sexuality. I think it's between me and my boyfriend of my partner, and I came from homophobic Russian sociality, and I had to hidden my sexuality all of my life. Thank you.
Vroeger werd ik gepest op de basisschool en werd uitgescholden. De leraressen en leraren deden er niks aan om het pesten tegen te gaan. Ik zag er altijd wel anders uit en ik werd daardoor ook fysiek gepest. Ik werd geschopt, geslagen, uitgescholden. Als ik mee mocht doen met een spel, gingen ze me slaan en schoppen. Ik ben hier dus ook echt heel fucked up door geweest. Waardoor ik trauma's had en van school moest gaan en suïcidaal was en depressie had. Ik heb me alleen onveilig gevoeld af en toe als ik alleen loop in de stad. Je hebt allerlei soorten mensen in de stad, dus is het lastiger om in te schatten of je veilig jezelf kan zijn. Ik ben niet slachtoffer van verbale pesten, maar op school wordt er wel vaak gescholden met kankerhomo. I had in 2013 a relationship with one, the Dutch guy. I thought it's love. But unfortunately after 2 months we had to stop our relationship and I had to live in a street for a couple of months and I was homeless for 2 months. Then I had to, with a broken heart, return to Russia. Toen ik wat jonger was, werd Pride georganiseerd in Den Haag. En het was voor mij toen echt enorm waardevol om te zien dat ik niet de enige was in deze stad. De Young & Out groep is een werkgroep van het COC. Het is een werkgroep voor jongere mensen tussen 12 en 18 jaar oud. Ze organiseren hier heel veel verschillende activiteiten, kolken, kunst maken, excursies doen. Het is een heel belangrijke veilige plek voor jongere mensen die heel vaak niet genoeg steunen van hun eigen families krijgen. Een veilige plek waar mensen kunnen elkaar ontmoeten en ook nieuwe vrienden maken. Ik ben lid van Young & Out. Ik ga daarmee op kamp en soms zit ik ook in het COC-café in Den Haag. Ik vind het fijn dat er zulke organisaties bestaan. Young & Out geeft me de kans om leeftijdsgenoten te ontmoeten met soortgelijke ervaringen. Ik vond COC en de Young & Out groep heel handig, omdat toen ik uit de kwast kwam, was er een safe space voor mensen van mijn leeftijd. Ik heb erin ook wat mensen gevonden om vrienden te maken. I was bullied from other refugees in AZC because a lot of them don't accept gay people, lesbian people, and it was a really terrible situation for me. Mijn familie heb ik niet verteld over mijn genderidentiteit omdat ik toch wel wat sterker in mijn schoenen wil staan. Ik ben zelf nog een beetje aan het uitzoeken wat voor genderidentiteit het beste bij me past. I felt supported because my huisarts was part of the LGBTQ plus community. But I don't know how I feel about my current doctor. Till now I have not been in a situation where I had to explain my sexuality. I did tell my GP that I'm gay and she was surprised. And I hope she won't change her attitude towards me because of it. Ik heb mijn voornaamwoorden staan in mijn bio op school. En ik vraag wel bij docenten of ze dit willen gebruiken. Maar als een klasgenoot of een collega dit niet weet, de verkeerde voornaamwoorden gebruikt, vind ik het zelf niet erg. Ik weet dat het voor veel mensen iets nieuws is om deze voornaamwoorden te gebruiken. Dus ik heb meestal wel geduld als mensen fouten maken. Even my household don't know anything about my sexuality because my family register in the same household and I don't feel safe to share about my identity with them. A lot of people don't know about police in Netherlands has a special department. This department called Rosenblau and this department protect and support LGBT people. Ik heb een paar vrienden van mij geholpen met het oprichten van Kaleidoscope, een queer uitgaan event organisatie. We werken samen met Paard Den Haag om queernachten te organiseren. En zij zeiden dat het een vast event zou kunnen worden als de eerste 3 nachten uitverkocht worden.
En dat waren ze. Dus nu organiseren we regelmatig queernachten in de club. Veel queers die gaan naar Amsterdam voor de gayclubs. Dus ik vind het heel fijn dat we zoiets kunnen organiseren in Den Haag. I'm a member of COC Den Haag en Rainbow Den Haag en also Asylum Support. Rainbow Den Haag is een kleine vrijwilligersorganisatie die zich richt op de queer problematiek binnen de migrantengroepen in Den Haag en daarnaast een groot vluchtelingenproject heeft voor LHBT-vluchtelingen, queer vluchtelingen uit een veelheid van landen. En wij organiseren maandelijks een bijeenkomst voor hen, dat is onze basis, waar we ze de gelegenheid geven om in een gezellige en veilige omgeving met elkaar om te gaan, vrienden te maken, te eten, te drinken, te dansen. En we nodigen organisaties uit die voor hen nuttige informatie kunnen geven. Specifiek deze groep is een hele kwetsbare groep. In veel landen worden ze, waar ze vandaan komen, worden ze, nou, soms worden ze zelfs met de dood bedreigd, alleen maar omdat ze zijn wie ze zijn. Nogmaals, het is een hele kwetsbare groep die steun heel hard nodig heeft. De wachtlijsten zijn echt lang en er zijn geen kennisklinieken in Den Haag. En ik weet dat het niet makkelijk is voor de gemeente om dit op te lossen, maar als queer jongeren is het wel echt heel vervelend dat je meer dan een jaar moet wachten voordat je überhaupt kan beginnen aan een consult. I think the LGBT culture now in the gig is hidden. And I hope that municipality promote LGBT community with information, with events. Ik ben zelf nog niet behandeld in een genderkliniek, maar ik hoor soms van vrienden dat ze zelfs daar niet serieus worden genomen en dat deze klinieken te binair denken. Dan vragen ze bijvoorbeeld of je vroeger met jongens of meisjes speelgoed speelde om te bepalen of je in aanmerking komt voor genderzorg. De gemeente moet meer plekken maken waar queer jongeren kunnen samenkomen. Er zijn veel plekken voor mensen die 18 plus zijn, bijvoorbeeld bars en zo, maar niet voor jongere mensen. We need some LGBT or queer friendly places in the city. And plus we need some more awareness about the life of the newcomers and what is their challenges. Wellicht ook een anonieme hulplijn oprichten of een website waar queer jongeren online kunnen chatten. Ik vind het heel fijn om alle LHBTQ-vlaggen te zien in de stad. Ze vertellen me dat ik hier geaccepteerd word en stellen me gerust.